Ik ben Toon van Duvel. Ik weet niet of dat je mij kent, maar ik ben de zoon van de kleermaker van de Stage Strout. En ik kom jullie wat vertellen over de jaren 50, 60, wanneer dat de meeste van jullie mensen eigenlijk ofwel jong waren, ofwel nog klein waren, zoals ik. Ze zeggen tegenwoordig dat vroeger altijd beter was. Maar net als deze allemaal besproken hebben, moeten er toch maar eens over gaan nadenken. Wat ik wel weet, is dat de mensen vroeger veel minder eenzaam waren dan nu. Je moet maar eens denken, hè. Ik woonde daar in de Stagestraat. Wie dat daar allemaal op een dag langskwam, dat was voor ons niet geloven. Dat begon smergens vroeg al, wanneer dat Jan Willocks met de gezet kwam. Even daarna kwam de facteur al langs. En die bracht dan, voor de oude mensen, bracht die dan ook nog het pensioengeld en zo. En als je die een zat koffie gaf of een borrel, dan bleef die gerust wat buurten. Dus dan had je ook dingen ook al mee. Even daarna hoorde je dan een bel. Dat was dan de melkboer. Bij ons was dat Was van Elleken. Was die kwam voorop en die had losse pap bij. Want andere pap uit flessen, dat was pas in de jaren 50, begin jaren 60. En dat was pap die dan nog in een kastrol moest gedaan worden en dan moest die nog gekookt worden. Want anders was hij niet drinken. En even daarna dan kwam de vrouw van Was en die had melk, botermelk bij. Ik weet niet of je dat nog weet, en boter. Want margarine dat bestond niet. De mensen hadden allemaal nog goed boter. Dat was misschien de grote luxe ten opzichte van hun nog eigenlijk, wat eten betrof. Even daarna heuren er weer iemand komen aan de deur, dat was dan de bar. Dat waren allemaal van die grote ronde breu. Ik weet wel, als ik onze vader nog bezig zag, die had dan dat brood vast en die moest er eerst een krusje over maken. Want, zien ze, als je gek krusje mikt, dan sprong er een kwak voor uit. Wie kwam er nogal zo? Dan kwamen ze met Peer en Kar, met een groentenboer. Bij ons kwam Peer van Staven. Peer van Staven, de oude mensen kennen die nog, die had zo'n groentewinkel in de Vresseling. Even daarna, want die had wel wat concurrentie. De concurrentie was van de Zwienen van Neltenbos. Dat was zo wat meer een jongere mens en wat meer modern. En die had wat meer andere groenten bij. Gelijk in een tijd was dat altijd maar hetzelfde. Maar die had ook eens bijvoorbeeld een meloen bij of zo, dat wij dan niet kennen. Dus dat was voor ons ook wel eens wat plezanter. En naderhand, of iets daarna, met een camion kwam zo die mannen, like Jean Legume en dergelijke. Wie kwam er nog allemaal langs? Wel, de kobbelenboer bijvoorbeeld. Die kwam overal kobbelen brengen. Dat waren ofwel antraciet, ofwel eijes. Van die eijes, dat waren samengeperste kobbelen die daar hier vanuit het put van Limburg kwamen. Maar er was ook nog de visboer. Maar dan kwamen er af en toe eens mensen die daar niet elke week kwamen. Bijvoorbeeld de Schare Sliep. En ik weet nog, als de Schare Sliep kwam, dat was bij ons iets bijzonders, want die had nog een hondskar. En dat was zelfs in die tijd al, zagen dat al niet meer zoveel. Dus dat was een kar die dat getrokken werd door een grote Duitse schaper. En mogen wij dan, die een hond streel, we hadden er wel verdoemse schrik van, maar toch vonden we het plezant. Maar er kwamen ook door de dag eigenlijk nog andere mensen. Bijvoorbeeld de meer geletterde mensen, zoals wij dat zien. Om eens een voorbeeld te geven, kwam Janne Bergmans. Janne Bergmans, weet jij nog voor wat die kwam? En wel, ik zal het gewoon zeggen. Die kwam een stempel geven voor de ziekenkas. Wanneer je bij de vakbond kwam, die kwam ook elke week langs. En wanneer dat je bijvoorbeeld bij een bond van het Heilig Hart waart, en je had zondags meegezongen in de mis van 10 uur, dan kregen ze morgens ook nog een stempel in de vorm van een Heilig Hart. En als die koord vol was, dan hadden ze een volle afloot verdiend in die tijd. Maar ja, toch moesten voor sommige dingen moesten eigenlijk naar Turp. Ik zal niet zeggen naar Turp, want eerst en vooral gaan de mensen veel van hun eigen. Maar dan moest toch elke dag wel eens naar de kruienier gewoon waren. Maar dat was geen probleem, want ik weet bijvoorbeeld in die Stagestraat waren er 7 kruieniers. Dat waren geen grote winkels, dat waren winkels waar dat alles op een gestapeld was. Ik weet nog dat je er al heel lang moest wachten, maar
op een duur hadden, dan kreeg je zo'n lijstje mee van thuis. En dan moesten, na lang wachten waren dan aan de beurt geweest. Maar het gekke was, betalen moesten nou het niet. Hoe zou je zeggen, want weet je nog hoe dat gebeurde? Wel, elk huishouden had zo'n klein buksje, zo'n zwart buksje, met witte blaadjes erin, en daarover opgeschreven wat je allemaal gehad had. En op lijsten van de mond ging onze moeder of onze vader, maar ik denk meer onze moeder, ging dan overal betalen. En dat gebeurde als de mensen kazem getrokken hadden, dus als ze betaald waren. En voor de rest waren er in de straat, maar minst toch, bij ons in de straat, 7 kleermakers, 2 schoenmakers, dat waren slachters, dat was een bar, dat was feitelijk van alles, dus heel wijd lopen moest het niet. Het was pas voor bepaalde dingen dat je in turp moest zijn, die dat je in een gewoon straat niet had. Bijvoorbeeld als je een horloge moest hebben, of je moest naar een juwelier, dat begreep je wel, dat was pas in turp. En ik weet ook nog, als wij garen, als er iemand kwam, dan ging onze vader altijd speciaal kaas halen, of ik moest kaas gaan halen. En die kaas die holden we dan bij het mosken in turp. Als ik daar nog aan denk, dat is het schoonste beeld dat ik nog heb van de jaren 50 in Lommel eigenlijk. Gelijk die drie, daar waren er 3 opgeblonken, die blonken al. Die blonken van boven tot onder. Die, hun houwer dat blonk, hun gezicht dat blonk. En die gaan elke morgen een schone wit gesteven verschoot aan. En dat waren zo'n lieve meisjes, of meisjes, ik moet zeggen, of vrouwen, maar toch altijd heel, heel bezorgd hoe dat ging met de familie en zo en dergelijke. En wanneer dat er nog andere dingen moesten gehold werden, gelijk kastrollen, dan moesten we natuurlijk naar Kopertines en dergelijke. Maar, like zo, groot warenhuizen, de eerste dat er gekomen is in de Nopri, maar dat was al veel later. Ik denk dat dat al een stuk in de jaren 60 was. En voor de rest waren er geen grote winkels in Lommel. Gelijk je nu in Turp rondloopt, dat zijn allemaal apotheers en dergelijke. Toen waren er ook wel apotheers. Verdonk is het lijstje gekomen, maar juist was er Neels. Dat is nu nog een apotheek. En een heel bijzondere, dat was de Lux. Die zag eruit, leek een apotheer zo. Gelijk dat in de buksjes toen. Een grote, geile mens met een donkere bril op. Ik had er al een schrik van eigenlijk. En dan, ja, ik zeg kleermakers. Onze vader die was dan kleermaker. Maar als je weet dat er in Lommel 21 kleermakers waren. Nu is er geen ene meer. Hoe is dat nou toch mogelijk? Hè? Schoenmakers, er zijn er hoogst geen meer. Maar er zijn andere dingen gekomen. Gelijk bijvoorbeeld, dat noemen een kinesist. Maar dat bestond niet. Als een mens in zijn rug gaat vroeger, ja, dan had hij pijn en hij liep krom. En voor de rest zagen heel veel mensen, al mensen liepen allemaal krom, zo simpel was het. Hè. En mensen die daar iets gemankeerd hadden, ja, die liepen voor de rest van hun leven kreupel en meer hoe er niet aan gedaan. Want ook de dokters, de eerste dokter dat wij heen moesten, dat was dokter Beukens. Ik weet dat je daar verdomme een halve dag voor moest uitrijden, want je woonde dan in Turp. Ja, en iedereen zat door en dat bleef maar duren. Naderhand zijn er power dokters bijgekomen. Je had dan Schepkes en de Pauw, dat zijn zo. En daarna, in de stage trouwens, is dan ook de Bongaars gekomen. Maar erger was dat je tandpijn had. Er was jij een tandist in Lommel, dat was de Berben. En die woonde daar op de Leopoldlauwen. Een mot verdien, maar dat kostte 50 frank, dat weet ik nog. Maar dan trok je hem zo, zonder te verdoven. En moest je verdoofd worden, dat was 75 frank. Maar wij zijn, wij als jong zijn, zijn melktaan, die moesten allemaal zo getrokken worden. Maar ik heb er nog altijd geen goede gedachte en geen goede herinneringen aan. En ik denk gelijk ook niet. Hè. Maar ja, en natuurlijk, soms moesten we, ja, voor heel dringende gevallen was er ook de kliniek. Maar dat kostte beter wegblijven. Wat dat wel elke keer heen moesten, dat was het kinderheil. En kinderheil, ja, dat was waar dat nu huisarts is in Turp, waar dat nu ongeveer het museum is. En daar woer dan de jong gemeten en woer gekeken of dat ze ziek waren of niet. Want een dokter
Ik ben getrouwd met een van mijn, daar waren ze met 11 thuis. En die gaan zelfs nog geen huisdokter. Dat bestond eigenlijk niet. Toen woon hier op naar een dokter gegaan, dat was veel duur. Daar gaan de mensen het geld niet voor. En dat waren ook geen complimenten in die tijd. Als jij ziek waart, hier heb je een lepel honing. Ze deden een extra sjaal en s'avonds schapenvellen en zo op tijd het bed in en dan moest het maar genezen. Hè. Want veel complimenten hoeven er niet gemaakt. Hè. Als men spreekt van de Sahara, de Lansierenberg, gaan wandelen op Kattenbos, het pijn van de kolken, de oude hoef, dan maakt het bij mij stevig iets los. Want ergens uit de Noorderkempen, daar kom ik vandaan. Ik woon er graag, ken er zoveel mensen. En Lommel, dat is de... Maar wat wel belangrijk was in die tijd, dat was de kerk. Mot verdien. Eigenlijk heb ik daar geen goede herinneringen aan. Elke dag opstond, smergens vroeg voor naar die kerk te gaan, want wij moesten naar de mis gaan. En zelfs als ik op college in die mol was, dan moest je binnenbrengen op zo'n stempelkaart hoeveel keer per week dat je naar de mis gegaan waart. Op zijn eigen was dat niet zo erg, maar dan had je die bepaalde dagen, waar dat je heel, like zondags bijvoorbeeld. Dat was eerst om 10 uur was dat de hoogmis, die duurde meer dan een uur. S'namiddags om 3 uur moest je naar het lof. Mis. En altijd maar... Het ergste was eigenlijk, hè, en de oude mensen weten dat nog wel, als je er eens goed over nadenkt, wanneer dat die bruin powders kwamen. Dat waren de powders van de missie. Die prikken hel en verdoemenis. Wij gaan zowel zo'n schrik van een duvel. En ik ga zowel zo. Want je mocht nooit niks verkeerd doen, of het was al prul. Hè. Je kwam in de hel tegen vroeger. Hè. Het minste dat je verkeerd deed, dan hadden al mee 1000 jaar wagenvuur aan het been. Deden dan een doodzonde, dat was de hel. En de hel, daar gaan ze met een schrik mee aangejaagd. Hè. Daar kwam jij nooit meer uit. Daar hing een grote klok. Altijd erin. Nooit meer eruit. Ha, wat vond ik toch erg. Hè. En ik weet op een zeker moment, ik had een jeepje gegeten. En je mocht 2 uur van tevoren niet naar de mis gaan. Niet naar de communie gaan. En ik ga een jeepje gaan. En ik durf dat toch niet op de biestoel te vertellen, zie hier. Want dat was dan de Blauwe Maas. En die kende mij. En ik durf dat niet te zeggen. Maar als je niet gepiecht had dat je doodzonde gedaan had, dan deed je erfzonde. En erfzonde, dat wilde zeggen dat je nooit meer kost. Dat was voor eeuwig en altijd verdoemenis. En zo zat die kerken. En in een tijd, de mensen die werken, die leefden nog voor de kerk. Ik ben dan ook nog gelukkig missenaar geweest. Dat was eigenlijk wel een schone tijd. Want in Lommel woonden er veel missen gedaan hier in Turp. Je had dan 3, 4, 5 missen op een dag. Je had s'avonds nog een mis. Maar er waren ook genoeg. Je had een oude pastoor Segers. Dan had je de Kablons. Een oude, die ken ik zo niet meer zo, maar die dat ik nog goed gekend heb, dat was de Rulles en Josaar en dan de Maas. Maar daar praat de mensen niet meer gaan over, want die is eruit getrokken met een vrouw en daar werd dus niet meer over gepraat. En dan hadden ook nog naderhand die klein Bamsken, dat was wel een hele lieve. Maar het was toen altijd maar voor ons luisteren. Je moest thuis luisteren, maar op school... Maar minstens als je dat nou vertelt tegen de jongte van vandaag, dan zouden ze zeggen, dat kan toch niet wat je allemaal zegt. Eerst een vrouw moest naar de papschool. Maar papschool, maar ze noemden dat ook de kakschool, want je zat dikwijls met een vrouw box door. En dat was in de Kloosterstraat, bij de nonnes. En ik zie, als ik nog heel goed nadenk, zie ik nog altijd zuster Madeleine en zuster Paula met hun billen en hij. Wanneer dat we allemaal in het rijen moesten staan. Maar het was plezant dat we naar de grote school mochten. En dat was dan de rode school. De rode school door aan de kerk. En het eerste jaar gaan we dan de tax. Non de Jew was dan een hele erg van de mens. Hè. Sorry dat ik het zeg, want je mag over de dode niet aan, dat is goed praten. Maar dat was geen fijne mens. Hè. Wij zaten dan, ja,
Hup, het minste dat wij dat fout deden, dat pik je nou vast en hier trok je dan aan een hoor uit de bank en dat stond hier recht en dan tussen zijn kop tussen zijn mik en dan met twee regels maar op dat gaat trommelen. Hè. Twee dagen had jij gloeiende beelden. Gelukkig waren die anderen heel wat beter. Ik weet niet of je ze nog allemaal kent en wie dat bij jullie was. Je moet er zelfs maar eens over hebben. Maar bij ons was dat een dikke menten, de dunne menten. Dan had je de kleine pul, de grote pul. En dan had je de truiers, maar dat waren een lieve mens. Ja, en dan de slegers, die dan naderhand dan nog de boerij gedaan hebben. Je weet het nog wel, hè. En de drul. En daarna had jij dan de Boudewijnschool, maar daar zaten ook kastaars, want dat was dan de lange kems en de kleine kems. En wie in Lommel zou dan zo'n vod niet gekend hebben? Die was, ja, dat was, ja, als je niet zat was, was dat wel een goede mens eigenlijk, maar dat gebeurde eigenlijk niet veel. En zo was het overal wat eigenlijk, hè. Maar aan die school, dat kosten wij, zo zeggen, toch wel amuseren. Hè. Ik ben er eigenlijk bijzonder fier over dat ik zo wat de laatste lichting geweest ben die dan mogen leren schrijven hebben met een griffel. Met een griffel en met een lei. We gaan dan zo'n lei en een griffel. Godverdomme, daar moesten we meer voorzichtig mee zijn. Hè. Want mensen dat je dat te hard op de bank leed of zo, dan was dat kapot. En je kreeg maar één griffel. Per maand of per trimester en zo. En dan, als dat bord dan vol was, hè, de meisjes die gaan dan allemaal zo schorsponsken in hun jasje zitten, hè, dat ze smergens wat nat mee. En dan kosten ze die griffel uit, die laai uit, schoon uitwissen. Maar wij tuffen er eens op en met onze arm erover. En dat was ook proper eigenlijk. Hè. En wat, voor de rest, wat deden wij op de school? Kneteren. En spul, like vanille en dergelijke. Dus vanille, ik weet niet of je dat is verstopperke spul. Maar al zaten wij met vuil vingers. Maar na het eerste jaar mogen wij dan proberen, ik zeg wel proberen, want voor mij lukte dat niet. Dat was schrijven in zo'n schriftje met van die heel dun lijntjes, hè, met een pen. En dat was dan een pen die moest soppen in de inkpot. En dan moest je zo heel voorzichtig proberen te schrijven. Ik heb nog over tijd een buksje teruggevonden. Hè. Dat was oom, ot, eef, an en dergelijke, peer. En zo moesten dan tussen die lijnen schrijven. Dat tussen die lijnen schrijven, dat ging nog. Hè. Met die vlaten dat die pen al mikken. Het minste dat je deed, wat veel eng dat deed, of gedown wat haar lap. En ja, een vlek op. Jongens schreef, dat betekent een lap van de meester, of toch zie je thuis een lap. Hè. Dus zo simpel was dat niet. En na de hand dan ging dat allemaal wel bij. Maar ik herinner me, het ergste van het jaar, dat was die nieuwjaarsbrieven schrijven. Je moest een nieuwjaarsbrief schrijven voor een paard, voor een Peter, voor een grootouders. Gelukkig, je zou al blij geweest zijn als ze niet meer leren. Zo nooit deed ik dat, omdat dat al zo gesleutel was. Hè. En, maar ja, voor de rest, waar amuseerden wij ons mee? Eigenlijk met heel veel dings. Heel het jaar deur hadden wij dings voor ons te amuseren. Ik was dan mis. Dat begon al met nieuwjaar. Nieuwjaarke zuiten gewoon zingen. Nieuwjaarke zuiten, het verre niet wie vuiten, vier peuten en de start. Kom, geef me wat geld. En dan kregen wij overal, waar dat ze aanbelden, kregen wij dan een halve frank of een kwijt, of 10 centimen. Als we maar 1 centiem kregen, hè, dan zongen we allemaal, en dan waren ze koud, maar dan moesten we gewoon lopen. Hoog huis, leeg huis, hier zit een kriegepin in huis. En dan waren de mensen natuurlijk koud. Jonkjaar was nog niet voorbij, of we gingen al zingen voor 3 koningen. En 3 koningen was dat, moest ik in februari gingen wij rond met lichtmis. En dan gingen we bij de brouwmensen, bij de mensen die daar heel gelovig waren. En wij gingen toch met zoet licht. En dat wilde zeggen dat wij dan zo'n kandelaar gaan met een gewijde kers in. En dan stoten de mensen die kers in huis aan.
En want die kerst was gewijd en dat was hun huis ook gewijd. En dat kregen we eigenlijk nog tamelijk veel drinkgeld. En zo leerden wij van de een op de ander. En daarna was er Pasen, dat kregen we op Pasen. En dan was er, het maandag gingen we dan op de IJsberg, IJsstrul, met heel de familie, wat ook al plezant was. Dan, vooral dan begon de kermissen. De kermissen, met minst toch. Een mond of vuur aan keek door hen uit. Hè. Oh, ze zijn door, ze zijn door. Ze gaan opbouwen. Wij waren door niet weg te slaan. Geld voor op de kermis gaan we niet zoveel. Maar alleen al die begangenis met die kermis, dat was voor ons ook al iets geweldigs. En naderhand, af en toe kwam er bijvoorbeeld ook circ in Lommel. Dat gebeurde zeer 2-3 keer per jaar. Met wilde beesten worden dat je dan heen kon kijken. Of die dat je ook probeert te plagen en zo, want je wilde dan de stoeren uithangen. Met Sint en Maarten waren jij een mond mee bezig. Verbaan ben je zoeken, haat ben je zoeken. En patrol. En vooral fietsenbaan, want die knipten we dan in stukjes en die deden dan in potten. En daar deden we dan wat naft over en dan draaien we door mee rond. Minst, dat was toch het een en het ander elk jaar. Hè. En zo was het zo eigenlijk het heel jaar deur. Maar wij waren met heel veel dingen ook heel content. Ik weet nog hoe fier dat je waard als je in mei, in het voorjaar, kost afkomen met Stijntjuske, waar dat je een maaikever in had zitten. Ho, 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 dat was al iets geweldigs, iemand met een maaikever. En voor de rest, ja, amuseerden wij ons wel. Met kneren en de meisjes met hengelen en noem maar op. En als het nou winter was, maar minst toch, alle spulplakken, die hadden schatsbouwen. Geen echte schatsbouwen, maar wordt dat regen gestaan of noem maar op, de woer op geslibberd. En we gaan ooit jaren dat we slibbering gaan van misschien wel 30 meter lang. Oh, en dat ging door de gang. Hè. Dat kun je niet geloven hoe dat iedereen stond dan in de rij en met slibberen en met slibberen. Hè. Trouwens ook die lijkt nu tegenwoordig, ze zeggen ja, de winter, maar de mensen weten niet meer dat het winter was. Als vroeger winter was, je moet niet vergeten, dat was in huis één stoof. Eén stoof en dat stond in de keuken, en, want er moest ook op gekookt worden, want de gaasvuur of zo, dat was er niet. En, maar voor de rest was het overal kou in huis. Als je boven, toen waren de winters nog echt kou, want ik weet nog, als ik boven word dat ik sliep, dat was nog slecht geïsoleerd, dat kostte over 3 maanden niet naar buiten kijken, omdat de ramen bevroren waren. Maar het ergste, hè, dat vond ik al naar het gemak gewoon. Lijkt ze bij ons thuis zien, naar het huisje gewoon. Goh, dat was dan een keuken apart en er waaide het al. Het waaide langs de onderkant, als je op die hateren dingen ging zitten, langs een gat waaide het. Het waaide langs het vuur, langs achter. En dan moest je door zo rap mogelijk zorgen dat je door een weg waard. Een gat afvagen met een stuk gezet. Godverdien, en dat moest nog goed gebeuren, want je moest weten, je kreeg maar één onderbox per week. Hè. Dat was een witte onderbox. Nou, je kunt dat wel indenken, hoe dat op de lijsten van de week die onderbox eruit zag. Hè. Dat was geel van voren en bruin van achteren. Hè. Want voor de rest was dat, je moest niet afkomen van dat veranderen, want dat ging allemaal niet. Hè. Eén keer per week was dan de grote wasbeurt. Badkamers of zo, dat gaan de mensen niet. Dus dat was, er een grote bassin voor de stoof gezet. Ons moeder had dan een grote kastrol met warm water op de stoof gezet. En dat wordt dan gevuld. En ja, de eerste moegerin, dat was een kik al. Want ik was thuis de enigste jongen. En dan kreeg je een stuk zonlichtzeep en dat wordt er nog geschropt. Hè. Dat wordt er hup. En iedereen moest, ik had dan op die moment nog al 3 zussen. En die moesten naar mij in datzelfde water natuurlijk. Hè. En dan, goh, als ze dan ooit klepten of zo, want ik deed nog alhoewel dat ik schrik had van een duvel, deed ik ooit nog wel wat deugnerijen, wat nutserijen, like dat je vroeger ging. En dan, als ze dat klepten, dan zei ik, als je nu nog ooit klept, hè, dan pies ik in het water. Hè. En dan was dat voorgoed afgelopen. Ze hebben nooit meer geklept. Maar zo stoken wij eigenlijk zo allemaal wel wat deugenieterij uit. Maar die deugenieterij, als dat uitkwam, dan had het wel geweten. Hè. Want
Vroeger waren ze niet verlegen, hè, om een serieuze patot tegen wat kop te gaan. Ergens uit de Noorderkamp, daar kom ik vandaan. Ik woon er graag, ken er zoveel mensen. En Lommel, dat is de naam. Midweek is er marktdag, de terrasjes lopen vol. Een kopje koffie voor de lol. Toeristen bestellen met veel plezier. Het enige echte glas teuten bier. Want ergens uit de Noorderkamp, daar kom ik vandaan. Ik woon er graag, ken er zoveel mensen. En Lommel, dat is de naam. De mensen aten volgens de seizoenen. Dat wilde zeggen, ze aten wat er op die moment goedkoop was. De meeste mensen die gaan allemaal naar een hof. En dat worden natuurlijk geëten wat er op die moment in een hof stond. Waren dat kolen, dan was dat heel de wijk kol. Zo simpel was dat. Maar smergens, dat begon altijd en overal begon dat met spek. Toen waren, nu is het ver, 75, 80 kilo. Toen was het ver, 125, 130, 140 kilo. Met zo'n dikke laag vet spek. Dat spek dat we gebakken, dat waren van die hoge pannen. Hokker, dikke toch. En dan, hup, jij is dat spek eruit. En dan met de kit, met een boterham, soppen, draaien. En zo wordt er vet geslurpt, smergens. Hoe dat de mensen, ja. Maar de mensen moesten hard werken. En ze moesten tegen de kou kunnen, dus ze hadden dat eigenlijk nodig. Maar spek, dat was elke morgen zo, dat kost niet anders. Smiddags dan was er dus gewoon soep in een diepe tulouwer. In een diepe tulouwer soep en dan groenten en heel veel patatten en een stukje vlees. Dat was al vers vlees. Ander vlees, dat kregen wij niet. Ik heb nooit, denk ik, was getrouwd met Treesken en ik. Die had nog nooit geen biefstuk gehad. Maar wij toen dat we klein waren ook niet. Hè. Want ik kende geen biefstuk. En ik weet nog dat een hoofdonderwijzer, de Smulders, hè, die kwam eens op een keer vertellen. En die vertelde een verhaal en is me al bijgebleven. Die zei, in Amerika zei, is een vrouw doodgeslagen met een biefstuk. Maar meneer, dat kan niet. Want een biefstuk, dat was malsvlees. Je kost toch met malsvlees niemand niet doodslaan. Jawel, zie. Want in Amerika, zie, hebben ze een machine, zie. En als je daar vlees in stekt, dan werd zo hard als een steen. En daarmee heeft die vrouw doodgeslagen. Naderhand, veel jaren nadien, kwam dat uit dat dat een diepvriezer was. Maar wij kenden natuurlijk geen diepvriezer. En toen moest ik inderdaad geloven dat dat waar was wat die mens gezeten had. Een diepvriezer, een koelkast, dat bestond niet. Maar wat ze mensen wel hadden, dat was bij ons tegenover, daar woonde Leijzen, dat was een brouwer. En die liet af en toe van die grote blote ijs, zo groot, een meter of twee lang. En zo, die bleven wel een dag of drie, bleef dat ijs goed. En als het heel warm was, en het was kermis, dan bestelden de brouwers altijd zo een grote blok ijs. En er worden dan de tonnen opgezet voor het bier, of op de tonnen worden onder het ijs geleed om dat bier koud te houden. Maar ook wanneer de mensen gestorven waren in de zomer, dan moest, ja, die moesten drie dagen boven de aard liggen voordat die begraven kosten waren. En kullingen of zo, dat bestond niet, dan moesten die mensen ook op ijs geleed worden en daar zorgden dan de kuivers voor. Ja, voor de rest gaan de mensen, als die s'avonds thuis kwamen, en ja, ik had het nog over die tulouwer, dus wij aten soep in diezelfde tulouwer, patatten en groenten en heel veel saus erbij, nog saus van dat vet van smergens, dat we over de patatten gedaan. En soms kregen wij podding en dan worden tulouwer omgedraaid en dan onder de onderkant van de dingen kregen wij dan podding. En dan natuurlijk om 4 uur altijd boterhammen met stroop. Altijd hetzelfde. S'morgens stroop, vrijdag stroop, donderdag stroop, altijd stroop. Uit die grote kartonnen potten, je zult het nog wel weten van vroeger. En s'avonds altijd pap. Altijd met pap. Botermelk, havermoutpap, ander pap, poddingpap, altijd pap.
Ik kan geen pap meer horen of zien. En het ergste was, op school kregen wij ook nog pap. Want om 10 uur moesten wij naar voren komen. En dan kregen we allemaal zo'n flesje melk. Dat was omdat wij pas na een oorlog, ja, toen moest de jeugd, die had dan honger geleden, of dit en dat, die moesten aangesterkt worden. Maar vooraleer dat wij die pap kregen, kregen wij allemaal ook een lepel levertrouwen. Oh, dat vond ik zo verschrikkelijk. Hè. Dat was zo'n, allemaal op een rij. En dat was zo'n diepe ijzeren lepel. En dan gooit ik mijn bruin fles, ik zie ze het nog doen, gooit ze daar vol mee levertrouwen. En dan draaien die je lepel ook nog. En wat ik het ergste vond, dat ging van volgens die gesten en tweeden en die gesten. Moest dan, en voor mij, dat was de fonds. Ik kon zijn naam niet noemen, maar hij had een fonds. En die had alle twee snotbellen. Een groen snotbel en een geel snotbel. En ik men dat al die in die lepel die snotbel proeven. Verschrikkelijk was dat. Maar daar kwam jij niet onderuit. Hè. Jij moest jij aansterren en aan je lever trouwen. Dat horen erbij. En omdat ik zo klein, mager, schiel mannetje was, af en toe kreeg ik dan een appelsien van ons moeder. Hè, dat was al iets bijzonders als je een appelsien kreeg. Ja, maar wat ik deed, ik kost niet zo goed kneren. En wat verdomme bij ons in de straat als er een die kost zo goed kneren. Hè, en dan rolde ik die appelsien voor 5 kneers. Hè. En dat kost ik ook wel een tijd voort, want je kreeg maar zoveel kneers per week of per maand natuurlijk. Hè. Ja, maar dan was er natuurlijk, het was ook niet altijd, de mensen bijvoorbeeld zondags, s'namiddags worden er wel eens plezante dingen gedaan. Like, dat worden nog veel naar elkander gegaan. Als het ergens kermis was, op de heuvel, op de hei, dan kende jij wel iemand waar dat je mocht gaan eten. Dat was dan op de koffie, met heel veel, juist naar de kermis en daarna was dat vlooi eten. En dat was al iets bijzonders. En dan worden spelletjes gedaan, like mixjes schieten. Dat was zo'n lijn die ze dan trokken en dan met een kwaaien of met 10 centimen of met een koperen halve frank naar de hand, moest jij meten naar die lijn. En degene die tiesten bij was, die mocht al dat geld bijeenrapen. Oh ja, zo kostte wel zo het veel geluk hebben. Sommige platen gaan ze dan nog kegel bouwen, waar dat dus kost gekegeld werd. Heel veel gekauwd worden vroeger. Ik ging bij lui altijd dingen korten, wiezen, zetten. Maar zetten, dat was meer in de cafés. Want voor de venten, man, minst, er waren er cafés genoeg. Ik denk dat er in Lommel meer dan 100 cafés waren. Elke straat, elk dorp, elk gehucht, daar had verschillende cafés. Of dat die overal veel doen gaan, weet ik niet. Want ja, ik was er nog wat snot voor. Maar ik weet nog wel dat een pint bier 5 frank en een cola 5 frank kosten. Dus ja, dat is nu nog ja, iets meer dan 10 centimen dag van vandaag. Maar er waren ook waar wij dan wel hen uitkeken. Dat waren bijvoorbeeld waar je crème glas kost krijgen. Crème glas kost te krijgen in Turp. Ik weet niet of je nog herinnert, bij Frits Gijs en Turp. En dan had jij ook nog crème glas bij Mister. En Mister, die woonde van achteren in Turp, maar die had van die zogezeten expo-crème. Dat waren 3 kleuren. En dat snees ze met dat mes. Hè. En dan wij kijken naar Mie. Mie, pas op, het mes, pas op. Je doet vulle klein. En dan schoof ze klein beetje op met dat mes. En dan waren we weer content. En dan liet ze dat tussen 2 koekjes. Ho, ho, maar zo'n crème glas, dat was niet voor elke week. Dat was voor als je iets bijzonders gepresteerd had. Hè. Maar ik weet nog dat toch regelmatig kwam dan ook Jan Stilles langs. Jan Stilles, die had zo'n tripoteur. En ze noemden die Jan Stille, zei, je kost ons niet zien dat je vooruit geraakt. En zo reed je dan. En die verkocht van die lekkere Frisco. Ha, toch. Het water komt nog in mijn mond als ik eraan denk. En zo gaan we. Dus, ja. Maar ik zeg, er wordt niet veel gedaan. De mensen gaan thuis, de venten kwamen thuis van het werk. Wat moesten die doen?
Ja, die moest in een hof gewerkt worden. Ze gaan overal nog wel wat beesten. Ik ga niet zeggen, bij de boeren gaan ze wat koeien, tot tortoe, maar de meesten gaan thuis toch wel ver. Hè. Een schaap gaan ze, konijn gaan ze, zo overal, heen en ook. En zondags moesten ze de hof in orde zijn, want de mensen gingen dan wandelen. En dan gingen ze kijken over de hofpad, hoe dat de patatten erbij stonden, of dat de praaiel dik genoeg was, of de poten, geen wormen en zaten, en noem maar op. Dat was eigenlijk het belangrijkste, het vierste. Een aangeklede hof, dat was er niet. Alleen die groentenhof, dat was wat telde voor de mensen. Hè. En daar waren ze dan vier over. En die groenten, die vrouw, ja, dat was geen één vrouw dat ging werken natuurlijk. Maar dan moest thuis veel gewerkt worden. Iedereen zat dan met Ben Jong. Bij ons waren we met mijn vijven, maar bij mijn vrouw waren ze al met elven. Dus je kunt al wel indenken wat er moest gewassen worden, smondags. Als het smondags was, dan moest er heel vroeg opgestaan worden. Die was, die moest afgekookt worden. Dan zag je als moeder en met zo'n houten stok erin, die was zitten purren. Die moest gespoeld worden, die moest dan door zo'n rol gedraaid worden. Dan moest die was op een dries geleed, want dat was ja, ik al zei, vuil onderboksen, kloon en noem maar op. Dus zo simpel was dat niet. Want wat klerage, dat was allemaal dingen die dat niet rap vuil kosten waren. Wij gaan bijvoorbeeld, als jonge gasten, hak ik altijd twee visgooi. Dat was een visgooi, een visgoot voor in de weg. Dat was zo'n grijze met stripjes erop. En zondags een schone, blinkende, zware visgoot. En alle vrouwen hadden ook een visgoot aan. Nageland met een zondags met een schone strik van achter, maar altijd een visgoot. Al mensen, die gaan allemaal zo'n gebreide sjaal rond. En van het moment dat de vent dood was, al was dat op 40 jaar of 35 jaar, dat was voor de rest van hun leven niet zwart. Ja, zo simpel was het eigenlijk allemaal. Maar er was thuis eigenlijk ook niet veel plak. Nu liggen de mensen allemaal in de canapé. Maar een canapé, dat bestond niet. Dat was één zadel. Eén zadel, en daar mocht niemand niet in gaan zitten als paarden Peter. En na de hand onze vader. Wij moesten het niet riskeren van in die zadel gaan zitten. We zouden al een lap tegen de oren gehad hebben. En de mensen hadden allemaal een schoon kamer van voor. Maar daar mocht nu niet in komen. Dat is juist de pastoor. En voor de rest kwam alleen wanneer dat er iemand een communie deed. Of wanneer dat er gedopt moest worden of zo. Dan wordt die schoon kamer gebruikt. Eigenlijk doodzun, want voor de rest kwam er nooit niemand niet. En, maar dan hebben wij in de jaren 50 en 60 veranderingen gezien. En die veranderingen, dat heeft eigenlijk in heel de 20e eeuw niemand meegemaakt. Zoveel schoon veranderingen dat wij gaan. Als je alleen alles denkt aan het water. Hè. Toen ik klein was, moest allemaal water in de put gehaald worden. En die put, als je daarin keek, dan kon ze het nog niet zeggen dat je eruit ging dringen. Er zaten kwakvossen, er zaten spinnen in, er zat van alles in. Maar dat woorden niet enige keer. En naderhand gaan de mensen al een pomp. Want dan gaan ze een pomphuis gemaakt in de keuken. Zodoende dat je met een darm tot in de put liep en dat kostte dat zo oppompen. En wij thuis gaan zelfs op een zeker moment een van de gesten in de stasjes trouwt een elektrische pomp. Dat gooide je geweld naar water en dan brrrr ging dat en dan kwam zo het water omhoog. En je moet niet vergeten wat wij verschoten wanneer dat er opeens water uit de krouwen kwam. En we gaan zelfs twee krouwen in huis waar dat water uit kwam. Wat verschil dat was. Per van den Burger, den Draak en den Drul, Jeannette van Moske, Grijze Grat, figuren die weinig of niets betekenen, enkel in ons eigen godvergeten gat, want ergens uit een orde kempen, daar kom ik vandaan. Ik woon er graag, ken er zoveel mensen, en Lommel, dat is de naam. Chef van een tjoeken, kuts van den Dorn,
Mijn bijnaam is in Lommel heel gewoon. En het dialect klinkt er ons brutaal. Maar een hart van goud hebben ze er allemaal. Maar het grootste verschil dat er ooit gebeurd is voor de mensen. En jij zult dat echt nog wel weten. En jij zult dat niet tegenspreken. Dat is de komst van de televisie. En ik heb de eerste televisie gezien in Antwerpen. Want wij gingen met onze vader met een trein en zijn moeder een trein naar Antwerpen. En dat was de GB. En in de GB stond een massa volk en zijn vader heeft er mee op. En daar zag ik zo klein televisie staan. Naderhand is die een televisie dan gekomen in Lommel. En bij Kiggen, met Nelle Trier, in Turp, daar spulde zo'n haan zijn televisie in die etalage staan. En daar stond het volk. Ik denk dat was met de trouw van Albert en Paola. Dat was het eerste wat ze zo gezien uitzonden op die televisie. En daar stonden, hele dorp stond vol, 20 rijen dik, van die televisie te kijken. Maar het is pas wanneer dat sommige huishoudens een televisie was. En bij ons, wij gaan gelukkig iemand in onze familie, bij tante Anna, in de Kloosterstraat, daar gaan ze een televisie. En als dan Schipper, woensdagavond om 7 uur, kwam er Schipper naast Mathilde. Mam, mens. Om 6 uur begon dat volk al binnen te stroom. Heel de buurt, heel de familie. Ooit 25, 30 man, alle stoelen naar ze gaan, worden hen gezet, kussens op de grond geleed voor hen te kijken, voor allemaal te kijken naar Schipper naast Mathilde. Ho, ho, ho. En dan maar vertellen thuis. Ja, en dit en dat en dit. En maar uitkijken voor volgende week. Dat was eigenlijk het schoonste. Het meest veranderende in televisie. Opeens wisten wij wat er in de wereld gebeurde. Opeens was Lommel niet meer zo'n klein dorp. Maar was opeens de wereld ons dorp. En we wisten opeens hoe dat er in Amerika toe ging. En dit en dat allemaal door die televisie. Ongelooflijk. Maar dat veranderde ook wel in de plak van te korten, in de plak van te buurten, in de plak van de stoel buiten te zetten. Woorden ze dan minder en minder gebeurd en noem maar op. Dat is de grote verandering geweest, eigenlijk, die in televisie. Eigenlijk, ja, toen is ook helemaal veranderd. Het dorp veranderde toen opeens. Is het heel rap gegaan. De groenteboer die kwam niet meer met paard en kar. De crème glace, dat was de baron. Dat was zo'n geile wagen. Die kwam al met een auto. In de zomer had je crème en in de winter had je vis die je verkocht. Allemaal herringen en beuken en voor de rest en zo. Och, het was eigenlijk allemaal een klein beetje aan het veranderen. Maar aan het veranderen in die zin toch niet dat je moet zeggen dat de mensen elkaar niet meer kenden. Want dat is eigenlijk pas gekomen en dat de mensen minder tijd hadden, ook met de komst van de fabrieken. De mensen vroeger gingen werken in de fabriek, in pelsfabriek en in lommelsfabriek en aan de Vieille Montagne. Maar dan is de Philips gekomen. En de Philips gekomen en opeens konden ook door de vrouwen gaan werken. En de vrouwen gingen ook op de Philips in Eindhoven werken en op de sigarenfabriek en noem maar op. En mee was eigenlijk dat huiselijke, dat buurten, dat bij elkander komen, dat was eigenlijk al voor een groot stuk gedaan. En dan is natuurlijk al dat comfort gekomen. Opeens kregen wij thuis, ja, een badkamer met een bad in. Och, minstens dan moesten we niet meer in je bassin. We kregen een wc binnen met echt papier. Dus we moesten niet meer met dat glad papier over een schat af te kussen. En noem maar op, het veranderde allemaal zo erg en zo rap. We kregen opeens kregen we zelfs een auto thuis. We wisten niet wat er gebeurde. We kosten op reis gewoon heel ons leven veranderen. Och, we gaan het opeens zo goed. En we moesten geen kou niet meer leggen, want er was op een zeker moment kwamen ze chauffeurs leggen en alles veranderde. Maar is het allemaal ten goede gekomen? Dat weet ik niet.
Was het nu vroeger allemaal zoveel beter als nu? Dat weet ik ook wel niet. Maar wat ik wel weet, is dat in de jaren 50 en 60 de mensen veel meer met elkaar optrokken. Veel meer met elkaar voor elkaar gaven. Veel meer met elkaar deen. En dat feitelijk Lommel één grote familie was. Je moet er maar eens over nadenken. Dat was. Ik woon er graag, ken er zoveel mensen. En Lommel, dat is de naam. En Lommel, dat is de naam.